power, je wilt het allemaal niet weten. Maar dat zie je dan ook in je benzinemeter, die verdwijnt bijna, die verdampt bijna. Nou mensen, welkom weer bij een nieuwe Pure Luxe video. Wij staan hier bij mijn amicus van Cave Cars, met K-A-E-V-E, in Uden natuurlijk. En we mogen vandaag deze prachtige Bentley Brooklands Coupé. Dit is echt een auto zoals vroeger. Een oud geldauto. Het is werkelijk. Hier moet je eigenlijk een bontjas mee aan. En we mogen hier ook nog even rijden mee vandaag. We hebben vandaag een speciale cameraman die heel erg gespecialiseerd nog in automotive. Maar het allermooiste is eigenlijk, Lou, als je wat minder achterloopt. Het is niet één, maar twee Bentley Brooklands Coupé. Eén uit 2009 en één uit 2008. Die 2008 heeft 53.000 kilometer gelopen en die mag weg voor 180.000 euro. En als u wat minder geld heeft, dan neemt u deze 2009, een jaar nieuwer, met 95.000 kilometer voor maar 150.000 euro. Nou, we gaan natuurlijk zo even rijden. Lou gaat voorbijrijshots nemen, gaat even om de auto heen. En ik ga eventjes in de auto zitten en ga lawaai maken en even voelen hoe dat nou is. Want uiteindelijk zou ik zo'n auto wel willen hebben. En volgens mij past hij ook erg goed bij mij. Vindt u nou ook dat dat goed bij mij past? Laat het even achter in de comments. Doe trouwens ook nog even je duimpje omhoog onder deze video. En vergeet je niet te abonneren op het Mr. Wheels kanaal, trouwens als nieuw. Maar ook het Pure Luxe kanaal. Absoluut doen. Zo mensen. Eindelijk in een Bentley, zoals het hoort. Nou, het alarm gaat gelijk af, mensen. Altijd leuk. Nou ja, het is natuurlijk voor de eerste keer in deze auto, dus altijd leuk dat er spanning is. Hoppakee, die is uit nu. Kunnen we rustig weg. We rijden het mooie Brabant met deze 6,75 liter V8. Een koppel volgens mij van 1050. Het rijdt natuurlijk 1 op 2 ongeveer. Maar dat zie je dan ook in je benzinemeter. Die verdwijnt bijna, die verdampt bijna. Nou ja, dit is natuurlijk wel een auto, ja. Ze worden ze gewoon niet meer gemaakt. En dat klopt ook, want die alle V8'en gaan eruit. Rolls-Royce, die wordt elektrisch. Dus Bentley gaat ook volgen. Maar ja, de echte liefhebber die houdt hier natuurlijk van. Of van een V12, dat kan natuurlijk ook nog. Maar ja, ik ben wel een liefhebber van de V8. En dit autootje... De Bentley Brooklands Coupé. Hoppakee, ik hoop niet dat de cameraman nu misselijk wordt. Want ik heb nergens last van, ik vind het heerlijk. Maar ja, wat is dit in, ja, in luxe natuurlijk, hè? Pure luxe, puur sang, wou ik zeggen. Past ook echt bij mij. Alleen ja, als er wat kapot gaat of een dingetje heeft, dan ben je natuurlijk wel aan de beurt. Maar het is wel een heel geil autootje, als ik het even zo stiekem mag zeggen. Je kan ook de ramen open doen hier, dat is logisch bij een auto. Maar dat vind ik mooi dat die stijl, misschien dat doe het even kan zien, dat dit helemaal open is. Daar hield ik vroeger al van bij een Mercedes 500 SEC. Dan heb ik echt over een auto die al 40 jaar geleden op de markt was. Die had dus ook het helemaal open. Het is eigenlijk gewoon allemaal chic de friemel. Chic en duur, hoe je het ook wil noemen. Alles walnoten of wortelnotenhout of ja, zegt u het zelf maar. Als ik het verkeerd weer zeg, dan moet u het maar even achterlaten in de bekende commands. Maar dit rijdt natuurlijk wel. Het zoeft, je moet het eigenlijk gebruiken als zoever. Want heel hard gaan rijden, ja, dan rijden ze nogmaals 1 op 1. En dan is je tank zo leeg. En die tank is volgens mij, het zal zijn een liter of 100, 90 misschien. Dus je bent ook daar, ching ching, aan de beurt. Maar ik zal even gas geven. En dan gaat de camera in volgende. Maar dit rijdt natuurlijk als een beest. Snel ook. Eigenlijk moet je ook een bontjas hebben als je uit deze auto komt. Dan rij je voor een terras en dan komt er gewoon de welvaart komt eigenlijk aanrijden. En er hoort gewoon een bontjas bij. Natuurlijk wel nepbont, dus krijg je dat weer over je heen. Maar hier kom je echt nog mee aanrijden. Bestaan deze auto's nog? Ik denk binnenkort niet meer. We hebben natuurlijk alles wordt vernieuwd, alles wordt elektrisch. Maar dit is een oud geld, veel geld. Weldaad, het is allemaal, ja, het is natuurlijk gewoon heel leuk om er even in te rijden, mensen. En dat doen we ook. We mogen helaas niet de drone in de lucht doen, want we zijn bij de vliegbasis Vulkol, heb ik vernomen. Dus de drone zegt automatisch, nee, ik ga niet de lucht in. Maar we hebben genoeg andere opnames van binnen en van buiten. Dus Bentley-liefhebbers, allemaal naar Cave Cars.
Wij gaan nog even genieten en mooie scènes laten zien.